Ja, de 3J's, kom op Radio Zolderegen 4. En laten we het eens even hebben over de Stone Good. Ja, Stone Good is een oude groep. Pak ik even de laatste informatie erbij. Is een band gevormd uit ex-leden van Jovink en de Voodoo Beatles. En Moerwark en Manneke Karrespoor. Ik dacht zelfs dat Manneke Karrespoor allang niet meer, die mensen die daarin deden, niet meer leefden. Maar in ieder geval, aan de telefoon hebben wij drummer van Stone Good en ex-drummer van Moerwark, Dennis. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, welkom. Ja, brandlos zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Stone Good. Ik weet dat jullie rock spelen. Alleen nog geen demo's op diverse sites staan er nog niet bij. Dus ik kan nog geen geluidsfragmenten van jullie laten horen. Maar wat is Stone Good? Ja, Stone Good is als grap ontstaan. We hadden muzikanten, waar je zelf net al zei. Vanuit Moerwark, vanuit Jovink en de Voodoo Beatles, zingende Freesia's en de Manneke Karrespoor. Ja, zet dat bij elkaar. Het zijn allemaal bands die, mag ik wel zeggen, landelijk allemaal succes hebben gehad. En vrij groot geweest zijn. Maar het enige wat er ontbrak in onze collectie was een internationale hit. Dus vandaar dat wij gezegd hebben, we gaan eens beginnen met Nederlandstalige nummers. Ja, letterlijk vertalen naar het Engels. Onder de noemer Make That The Cat Wise. En dat is een populaire Facebook-site geweest de afgelopen tijd. Ja, daar zijn wij muzikaal op ingesprongen. Zodoende is Stone Good ontstaan. Ja, en dan hebben ze inderdaad een goede drummer. Want jij bent sowieso een goede drummer wat ik van Moerwark heb gehoord. Maar buiten dat, dat is jouw verleden tijd. Je gaat nu gericht op Stone Good. Jullie hebben een logo in een Engelse vorm. Ja, klopt inderdaad. We hebben de Engelse vlag. Dat is op dit moment het boegbeeld zeg maar, van Stone Good. Wat ik al zei, we hebben Nederlandstalige nummers omgezet in het steenkool Engels. Ja, mm-hmm. Dan ga je zoeken naar iets Engels of iets wat bij het Engels hoort. Ja, dan kom je al gauw bij de Union Jack, oftewel de Engelse vlag uit. Ja, en jullie maken ook koffers, neem ik aan? Hoofdzakelijk spelen we op dit moment eigenlijk alleen maar covers. Puur om eens te kijken van hoe werkt het. We spelen nummers van Normaal, we spelen nummers van Moerwark, ook van Jovink. Maar bijvoorbeeld ook De Vlieger van André Hazes. De Glimlach van een Kind van Willeke Alberti. Mm-hmm. Als je dat dan letterlijk gaat vertalen, dan krijg je de Glimsmile of a Kind. Yeah. Of de Flyer. Dat zijn dingen die wij met Stone Good momenteel doen. Mm-hmm. Ja, het wacht is natuurlijk op een doorbraak in het buitenland. Ja, dat hoop je tenminste. Misschien Duitsland? Ja, Duitsland, Engeland zou het zou leuk zijn. Dat is het enige, wat wij nog missen in onze collectie. Dat is een internationale hit. Ja, en achter de schermen zijn we heel eerlijk wat druk bezig hoor, met het verzadigen zeg maar, van materiaal wat singlewaardig is en wat wij destijds toch eens op een plaatje willen gaan zetten. Ja. Dus, laten we even. Ja, laten we even over Engels gesproken Stone Good. Dan praat je over rock. Dan praat je ook. Misschien ken je deze ook wel. Ja, ken je dit ook waarschijnlijk wel? Ja, zeer zeker. Status Quo. Ja, dat is allemaal waar we als kleine jongetjes allemaal mee begonnen zijn, denk ik. Ja, inderdaad. Als jullie ooit een kans krijgen, hè, en jullie zouden eventueel met Status Quo kunnen optreden, dan zeg je geen nee? Nee, absoluut niet. Ik denk dat stuk voor ons allemaal wel geldt dat Status Quo... qua rock and roll zeg maar wel een van de grote voorbeelden is. Ja. Natuurlijk Status Quo, AC/DC. Nou goed, en van daaruit zijn we allemaal wel een beetje in het rock and roll circuit terechtgekomen denk ik. Dus ja, als je die kans krijgt om bij hun een voorprogramma te spelen, dan is de keuze niet zo heel moeilijk denk ik. Nee, inderdaad. Bijvoorbeeld Bon Jovi heeft ook zo'n naam, alleen volgens mij is Status Quo toch wel iets leuker. Ja, Status Quo is gewoon puur ook een rol. Die jongens zijn ook al jaren bezig. Mm-hmm. Ja, als je die kans krijgt, dan ben je stomme jongen als je nee zegt, denk ik. Nee, inderdaad. Jij hebt ook fans.
Ik heb zo'n wild fan. Ja. We kregen net een berichtje van Striky binnen. Wat jou Strijk. Ah, super. Dus die zegt, doe hem de groeten van Striky. Dus bij deze doe ik het eventjes. Nou, als Striky zit te luisteren, bij deze de groeten terug, jongen. Ga ik gelijk even... Nou, dat doe ik zo wel even gelijk even doorsturen. Je zegt, er is nog geen officiële website. Zouden jullie misschien nog aan kunnen komen? We zijn achter, wat ik zei, we zijn met achter de scherm, omdat Stonewood is vanuit een geintje ontstaan. Eigenlijk vorig jaar oktober. Toen zijn we druk bezig gegaan met repertoire, zodat we konden optreden. Uh-huh. Daarvoor hebben we dit jaar hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk keer op te treden. Om te kijken of er op markt voor is. Uh-huh. Als je mooi werk hebt, die hebben pakkende nummers, die hebben... Fanshops. Die zijn gegarandeerd dat ze spelen. Ja, en dan is voor ons was het toch allemaal, het was allemaal nieuw. Even kijken hoe het werkt. Dus zo zijn we achter de schermen wel her en der overal mee bezig. Ja. De website zit er ook zeer zeker aan te komen. Maar mochten mensen ons in tussentijd willen boeken of willen spreken of willen volgen, dat kan het allemaal via de social media, zoals dat tegenwoordig allemaal zo mooi heet. Ja, via Facebook, Twitter zijn we ook te volgen uiteraard. Ja, klopt. Dat volg ik je sinds vandaag ook. Of jullie. Dus in dat geval, wees welkom en druk op dat like-knopje om zoveel mogelijk likes dat wij zoveel mogelijk likes halen, dat we leuke dingen kunnen gaan doen. Ja, inderdaad. Nou, ik ga sowieso vanavond, als ik thuis kom, even op onze nieuwspagina, onze fanpagina, zal wel even zeker reclame voor jullie gaan maken. Is het moeilijk om bijvoorbeeld dialect te kofferen naar het Engels? Want je zegt, we zingen ook onder andere nummers van Mooi Wark. Is dat niet moeilijk? Ja, met een bult drank op wordt het allemaal een stuk makkelijker natuurlijk. Dus als je veel begrijpt, zoiets bedenk je, veel als schijntje begonnen. Natuurlijk, met name bij Richard Jans in de kelder. Dus, dat is de repetitieruimte waar we veelvuldig samen zitten. Om teksten te schrijven, nieuwe ideeën te ontwikkelen en dat soort dingen. Nou, dat is ook de plek waar Stonewood is ontstaan. Dat was Ando en Gorro, die zijn bij elkaar gaan zitten. Die hebben anderhalf, twee kastjes bier heen gezopen. En vervolgens is het idee Stonewood ontstaan. Ja. Er zijn andere muzikanten bij gezocht. Jan Joustra, absoluut, ik denk een van de beste muzikanten van Noord-Nederland. Als ik het zo mag zeggen, ben super trots dat ik daarmee samen mag spelen. Dat is onze toetsenist, waar we via Richard van der Zee, die als bassist fungeert, die aan zijn gekomen, zeg maar. En die heeft muzikaal toch wel heel wat in te brengen bij Stonewood. Mm-hmm. Maar goed, om even terug te komen op jouw vraag inderdaad. Ja, is het moeilijk om boerenrok om te zetten naar steenkool Engels? Ja, ik denk dat het meer een stukje met creativiteit te maken. Als je vier jongens met ADHD zeg maar, bij elkaar zet en je geeft ze allemaal een biertje, ja, dan denk ik dat je al heel eind heen kan komen. Nou, dan pas ik, als we het over ADHD gesproken hebben, pas ik ook goed bij de groep. Ja, want ik heb zelf ADHD, met drank op, dan ben ik ook de leukste thuis. Alles, dat zeggen ze. Ja, precies. Ja, zo geldt dat voor ons ook. En dan zitten die jongens bij elkaar in een ruimte. En dan begint er vanzelf iemand te schreeuwen met een tekst die bedacht heeft. Ja, van daaruit borduren wij ook gewoon verder. Dus, of het moeilijk is, tuurlijk is het... je hebt een bestaande tekst en die ga je letterlijk vertalen. Maar goed, moet ik wel heel eerlijk zeggen, de Nederlandse woorden zijn niet overal letterlijke woorden voor in het Engels. Die zet je niet zomaar meteen om, zeg maar. Nee. Dus dan moet je toch een beetje creatief zijn om daar toch een oplossing voor te vinden, zodat het textueel in de muziek ook backt, zeg maar. Ja, ik heb misschien een klein ideetje. Ik zit net even in mijn hoofd te brainstormen. En alvast, dames en heren, sorry voor mijn grove taalgebruik. Maar ik heb een idee. Wat denk je van, fuck the police? En dat je daar iets mee verder gaat bedenken. Nou, vind ik een goed idee. En dan wil ik bij deze wel de afspraak maken. Als wij dan buiten de uitzending om nog eens een keer een afspraak kunnen maken. Ja. Dat jij een keer gezellig een avondje langskomt. In de repetitieruimte. En dat wij in dat geval daar een nummer op geborduurd hebben. Ja. En, dat we dan
wellicht dat bij jou in de uitzending een keer live kunnen gaan spelen. Ja, uiteraard, dat gaan we zeker doen. En ja, het heeft toch een klein beetje te maken met boerenrock, hè? Fuck de politie eigenlijk, maar letterlijk gezegd fuck de police. Is wel een idee voor jullie jongens eigenlijk, hè? Met afkomst van Mooiwark, Jovink en de Voor de Beatles, Manneco Karrespoor, nou, die zijn dan wel wat nettig, maar voornamelijk met Mooiwark en Jovink, die hebben een aantal wel mooie platen gemaakt waar ik hier liever niet wil uitzenden. Ja, we hebben inderdaad een aantal teksten die zitten net op het randje of misschien zelfs net over het randje. Ja. Maar ja, ook heeft Mooiwark en Jovink ook. En ik denk, ja, meerdere. Voor dat ook. Hebben meerdere teksten ook gewoon uit het leven gegrepen die ja, mensen misschien wel heel aanspreken. Ja. Heel erg aanspreken. En, ja, dat is toch bij Stoker ook het doel, zeg maar, om ja, een hoop lol te maken. Maar ook als het een keer serieus moet, dat je dan toch iets kunt brengen wat ook... Waarbij iedereen in het straatje past, zeg maar. Ja, klopt. Als je bijvoorbeeld even kijken, bijvoorbeeld nou, Dansen met de Buurvrouw, dat is nog een redelijk nummer. Maar als je praat over kakkers of in de blote kont, daar krijg je al gelijk commentaar op. Ja, dat ligt voor sommige mensen gevoelig. Aan de ene kant, ja, is het heel begrijpelijk, omdat, maar wat je zegt, het woord kont, ja, dat ligt. Vaak bij kinderen en dergelijke ligt wat gevoelen. Ja, klopt. Maar goed, als je de achterliggende gedachte van destijds de tekst, als je die helemaal snapt, ja, dan zit er ook wel weer een flinke dosis humor in en is het eigenlijk helemaal niet zo grof als dat op mensen overkomt. Nee, inderdaad. Want ik heb nog wel eens bij ons in het dorp het t-shirt aan, weet je wel, met scheid in de blote kont. Dan krijg je gelijk commentaar op. Maar ja, goed. Weet je, dat is gewoon ieder houdt van andere muziek. En we zijn gelukkig niet allemaal hetzelfde. Nee, gelukkig niet. Kijk, anders hebben we gewoon nog het volgende nummer, scheid aan regels, weet je? Uiteraard. Ja, Dennis, ik wil je bedanken. Ja, graag gedaan. We houden contact. De afspraak staat bij ja, deze. De afspraak die staat en we houden gewoon contact. En nou ja, goed, wie weet zien we elkaar wel weer binnenkort. Hey, ik heb trouwens nog een vraagje. Ons programma bestaat volgend jaar 5 jaar. Zou je daar misschien een leuk nummer over kunnen maken? En dat je die misschien live bij ons dan tijdens de jubileumuitzending live speelt met de groep? Ja, ik kan maar één ding op zeggen, denk ik. Dat is gewoon een volmondig jaar. Oké. Nou ja, goed. Meer informatie krijg je nog wel. Dat we dat als band gaan realiseren. Dat moeten we doen, zeg. Ja, inderdaad. Nou, dan gaan wij nu met z'n allen achter de tent. Het is buiten pokken weer. Ik hoop dat het bij jullie droog is. Nog wel, maar er zit wel donkere lucht aan te komen. Dus ik denk dat Code Rood zeker van toepassing is hier vanavond. Ja, Code Rood rock'n'roll, Code Rood bier. Wie weet. Rock'n'roll en koud bier, denk ik. Ja, inderdaad. Hey Dennis, dankjewel. We houden contact. En om een beetje speciaal te eindigen. Omdat we toch bij een Mooiwark hebben gezet. En we hadden afgesproken, we gaan het niet echt over Mooiwark hebben. We hebben het toch gedaan. Wil ik afsluiten. En dat is Mooiwark achter de tent. Waar jij als drummer met prachtige vrouwen. Hè, met die danseres op het podium. Willen wij mee eindigen. Nou, fantastisch toch? Inderdaad. Dennis, dankjewel. En tot de volgende keer. Hey, graag gedaan. Dankjewel. Yo. Hoi. Je zit te wachten in huis. Kun je van je moe naar een kus.